Welkom bij de video van vandaag en die gaat vandaag over het levenswerk van Bronnie Ware. Iets waar ik ontzettend gefascineerd over ben. Ze heeft een boek geschreven, Als ik het leven over mocht doen. En Bronnie is een verpleegkundige en zij begeleidde patiënten die in hun laatste tijd van hun leven zaten. Die echt thuis gingen sterven. En zij heeft veel met ze gesproken en zij kwam achter dat er vijf dingen zijn waar mensen achteraf het meeste spijt van hadden. En ik ga elke dag één van die spijtgevallen behandelen. En ik ga je ook uitnodigen om daar iets mee te doen, nu al. Eén van die vijf redenen die zij hoorden van mensen waar ze echt spijt van hadden, top 1, bovenaan de lijst, had ik maar de moed gehad om een leven te leiden waarachtig aan mijzelf en niet het leven te leiden van een ander. We laten ons nog zoveel beïnvloeden door anderen, door wat de maatschappij van ons wil, wat onze ouders, wat onze vrienden, wat onze collega's, wat ons werk enzovoort van ons willen. Dat we soms vergeten het leven te leiden wat wij zelf willen. En ook in haar gesprekken met die mensen bleek dat de helft van hun dromen vaak niet was gerealiseerd. En daar hadden ze zoveel spijt van, omdat ze alleen maar bezig waren met anderen. Dus mijn vraag vandaag aan jou is, welke moed ga jij vandaag tonen om het leven te leiden dat jij wilt? Als je het wil, laat het ons weten. Hoeft niet, wees er bewust van. Welke moed ga jij vandaag tonen om het leven te leiden dat jij wilt?